Wij staan om 6 uur morgens vroeg op de stoep te wachten. Hey. Op die bus die ons veilig naar de bouw toe brengt. En met 14 sneeën in brood en een thermoskan met koffie. Heel de dag te sjouwen in mijn werkmaatsloffie. Om 9 uur krijg ik van de honger in de kop. En vrees wel al die 14 boterhammen op. Maar we moeten toch nog zeker tot een uur of 4. Dus we nemen nog maar een extra flesje bier. We zijn de jongens van de bouw. En we lussen ze wel gauw. Van de damp of uit de fles. Soms wel 5 of soms wel 6. Wij hebben altijd dorst. Met bier worden hier geborst. Ja, de jongens van de bouw. En die kijken niet. En vliegen 100 keer zo van boven naar beneden. Stappen metselen, stukken en stenen op de tassen. En voor slecht weer hebben wij speciale deurwerkjassen. Ondertussen zien we af en toe een mooie vrouwen lopen. Die fluiten wij dan al en het is dus niet te hopen. De moeder, de vrouw was hier zo bezig. Ziek aan de schiet ze ons thuis. Het gerei in een gereedschapskist. Tot slot gaan we lekker in het café met z'n allen. Een uurtje of wat aan de tap zitten kwallen. We zijn de jongens van de bouw. En we lussen ze wel gauw. Van de tap of uit de fles. Soms wel 5 of soms wel 6. Wij hebben altijd dorst. Met bier worden die geborst. Ja, de jongens van de bouw. En die kijken niet zo nauw. We zijn de jongens van de bouw, en we lussen ze wel gauw. Van de tap of uit de fles, soms wel 5 of soms wel 6. Wij hebben...